En dat terwijl het stel elkaar al kent vanaf hun 13e jaar en met een kleine onderbreking altijd bij elkaar is gebleven. In goede en in minder goede tijden. Want Maurice had een eigen flatje en dat was moeilijk verkoopbaar. En dus had het stel dubbele lasten. En dat betekende de voedselbank. Het kan echt iedereen overkomen, wat ik wel zeg. Ik ben van school afgekomen, ik ben nooit geen dag werkloos geweest. Ja, en dan kom je hierin terecht. Dan schaam je je wel in het begin. Het blijkt voor de relatie allemaal niet uit te maken. Neem nou de vraag, zijn jullie nog verliefd? Ja. Ja joh. Maar liefde gaat in houden van. Altijd. Maar af en toe kijk je elkaar nog aan en dan heb je toch wel die twinkeling. De jurk en alles die hangt bij mijn moeder. Want ik trouw uit ouderlijk huis. Dus maar hier, moet ik wat laten zien? Ja. Zal ik even wat laten zien? Ja. Nou, kijk, dit zijn dus de schoentjes van de jongeman. Die aan gaat krijgen. Van je zoon, hè? Ja, van mijn zoon. Ja, kijk, hij moet zichzelf nog een beetje uitlopen, maar hij wil ze niet aan. Dus hij heeft een kort tijd om dat te doen. En ze zijn wel prachtig, hè? Ze zijn prachtig. Ja. En dat uitlopen, dat zit bij jou anders, hè? Ja, dat zit bij mij zeker anders. Kijk, en ik heb nog heel kort tijd om dat te doen. En ik moet dat 's ochtends, 's middags. Je loopt achter op schema. Ja, ik loop achter op schema. Ik zou bijna zeggen, ik geef je nu even de gelegenheid. Maar, zal ik het even doen? Ja, natuurlijk. Zal ik het even doen? Ja hoor, natuurlijk. Dan doe ik ze gewoon even. Ja hoor. Ja, wat is dit? Oh my life, I wait for someone like you. And I thank God that I finally found you. Nou, is dat liefde of is dat liefde? 12:12 komende woensdag de 12e met nog 11 andere bruidsparen trouwen in het gemeentehuis van Delft. En alle kijkers en luisteraars van RTV Rijnmond zijn van harte welkom daar.